Naister? Ja. Ja. Aber wer ist sicher? Ja. Kommt durch. Maria, willen jullie met elkaar trouwen? Ja, meneer de burgemeester. Ja. Dan zou ik overgaan naar onze secretaris het woord geven en misschien de akte in de graf liggen. Tussendoor. In het jaar 1907, de 14e der maand oktober, zijn voor ons, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Nevelen, in het huis van de gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan, Camille Balduc, oud 29 jaren, van beroep briefgaarder, geboren te Nevelen, wonende te Nevelen, meerderjarige zoon van Jules Balduc, overleden, en Anna Tollens, zonder beroep, wonende te Nevelen. En Maria Beer, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren te Landerhem en wonende te Nevelen, meerderjarige dochter van Nestenmeer, van beroep, landbouwersknecht. En Maaike Goethals, beide wonende te Nevelen. Vrouwe Balduc, stem je toe uw zoon te laten trouwen met Maria Beer? Wat zei de meneer de burgemeester? Dat is wat duur, hè? Hoe dacht je dat koort zit, mijn trouw? Oh, bij jou. Bij jou, buur? Goed, dat is goed. Geef me vuur toe. Geen kuur. Ja.